De restaurantori, welkom erbij. In deze aflevering zullen we het hebben over de High Level Top Residentie Gala dat gehouden wordt in de Ballroom Prins in verband met 25 november. Dit evenement draait om de viering van Surinames onafhankelijkheid. Het gala belooft een bijzondere avond te worden, met prominente gasten, inspirerende toespraken en een feestelijke sfeer die recht doet aan deze historische mijlpaal. We spreken met de heer Chas Meynals hieromtrent. Meneer Meynals, welkom in het programma. Dank u wel. Yes. Wat houdt dit servidentiegala in? High level top servidentiegala. Ja, kijk. We zijn onafhankelijk geworden zo'n 49 jaar geleden. Volgend jaar is het 50 jaar. De organisatie Enterprise Ambassadors Network heeft het op zich genomen om jaarlijks, vanaf enkele jaren geleden, om een gala te organiseren in Nederland. Naar aanleiding van de jaardag van de Republiek Suriname op 25 november. Dit jaar wordt het dan in aanloop naar 50 jaar onafhankelijkheid wordt het in Suriname gehouden. We hebben gemeend om het met een gala te doen, omdat een gala, vinden wij, een van de manieren is om tot uitdrukking te brengen wat voor waarde we hechten aan de Nationale Dag 25 november. En op die dag, zoals u daarnet aangaf, zullen er een aantal evenementen, het is een evenement, maar er zullen een aantal highlights plaatsvinden. Er zullen prominente zangers zijn en groepen. Er zullen enkele korte toespraken zijn. Vooral zal er lekker eten zijn en er zal gedanst kunnen worden. Het is immers een jaardag. Mama Sranang is jarig. De Republiek Suriname is jarig. En dan vieren we feest. Maar het is niet een feest van feest, feest, feest. Het is toch wel een feest waarbij wij de belangrijkheid van die dag tot uitdrukking willen laten komen. En dat door middel van een gala op een bepaald niveau. Ja, feesten. U zegt feesten. Feesten met de boodschap dus. Ja, en dat zal te zien zijn door de uitvoering van die artiesten zelf. Want wat zij ten gehore zullen brengen en wat zij zullen laten zien, is nauw gerelateerd aan de dag zelf. En daarnaast zijn er enkele toespraken, 2, 3 toespraken, kort. Want het is geen dag van lange toespraken natuurlijk. En alleen maar om alles in de sfeer te doen van de jaardag van de Republiek Suriname. En hoe verlopen de voorbereidingen? Hectisch. Ontzettend hectisch. Maar de voorbereidingen lopen wel. Alles is hectisch, alles is een kort dag. Het is nu kort dag, dus we moeten alles in orde hebben voor natuurlijk die dag. En we hebben de beste, we kijken er uit dat het op die dag helemaal vlekkeloos zal zijn. Nice. En wat hoopt u of wenst u met dit gala te bereiken, zowel nationaal als internationaal? Zoals we het eerder hebben aangegeven, een nationale dag, de dag van jouw onafhankelijkheid, het wordt door landen altijd op een zeer hoog niveau herdacht. Door middel van allerlei activiteiten. Het is een dag waarop je tot uitdrukking brengt hoeveel waarde je hecht aan je onafhankelijkheid. Suriname is onafhankelijk en dat is niet niks. Wij, het volk van Suriname, we hebben een lange strijd geleverd voordat we uiteindelijk kwamen op het punt van de onafhankelijkheid in 1975. Sommige mensen hebben de neiging om te denken dat het een onderonsje is geweest tussen Den Uyl en Aron. Maar we moeten teruggaan naar de geschiedenis. En vanaf de komst van de Nederlanders, vanaf na de Engelsen, na Francis Willoughby, is er strijd geleverd door de inheemse en de
kern van de strijd was dat hun land werd afgepakt. Want men is hier naartoe gekomen. Willoughby had toestemming van de inheemsen om zich hier te mogen vestigen. De Nederlanders niet, nadat ze de Engelsen verdreven hadden, hebben ze gewoon zichzelf hier tot eigenaar verklaard, in strijd met de rechten van de inheemsen. En daardoor zijn de inheemsen in opstand gekomen, ze hebben oorlog gevoerd. En kern van de strijd die ze voerden was, mijn land, dat kun je niet zomaar komen bezetten. En wat de Nederlanders ook deden, was de inheemsen tot slaaf maken. En daarvoor hebben ze strijd geleverd en er is een vrede gesloten. En als teken van de goede wil van de inheemsen hebben ze een vrouw aan Willoughby, van Somerset gegeven zelfs. Ze hebben zich nergens aan gehouden, maar dat is niet het punt waar het nu om gaat. Ik wil alleen maar aangeven, de inheemsen hebben strijd geleverd. De nakomelingen van de tot slaaf gemaakten uit Afrika, die hebben strijd geleverd. Er is zelf een gecombineerde strijd geleverd tussen inheemsen en de nakomelingen van de tot slaaf gemaakte onder leiding van Boni. En dat is niet niks. De verschillende etnische groepen die hier als contractarbeiders zijn gekomen vanwege de koloniale behandeling, de koloniale overheersing en daardoor de wijze waarop die contractarbeiders behandeld werden, het was voor hun reden om in opstand te komen. We hebben allemaal wel eens de namen gehoord van Ramjani, Raj Guru, Kaikousi bij de inheemse, maar ook Anton de Kom. Anton de Kom heeft zelf geëist, dat was een van zijn highlights, onafhankelijkheid voor Curaçao en Suriname nu. Nou, als we alles bij elkaar tellen, zijn we dus niet in 1975 begonnen en het is niet in 1975 dat er plotseling een idee bij mensen is opgekomen van Suriname moet onafhankelijk. Het is een lange traditie. En nadat wij dus onafhankelijk zijn geworden, is het wel de moeite waard om dat telkens weer te blijven gedenken. Juist omdat het zo'n belangrijke dag is voor ons als natie dat we onafhankelijk zijn. Wij hebben de gelegenheid om op onze eigen terms ons land tot ontwikkeling te brengen. En dat is een taak die op ons allemaal is. Niet alleen maar op politici. Het gehele volk van Suriname. En u heeft ons zo een beetje teruggebracht in hoe dat proces plaatsvond. Maar hoe weerspiegelt dit Srividensi Gala de culturele en historische waarde van Srividensi? Het is niet mogelijk om het geheel eigenlijk zodanig tot uitdrukking te laten komen dat je alle onderdelen van de culturele en de historische waarden tot uitdrukking brengt. Maar als je bedenkt dat er een van de optredens zal uitgevoerd worden door Alakwandre Drong, bestaat uit 40 man en vrouw. Nou, alle culturen zijn daar binnen. Dat is een uiting van de culturele diversiteit van Suriname. En datgene wat ze zullen laten zien en laten horen, dat heeft alles te maken met onze historie en met onze cultuur. Van al die etnische groepen die in Suriname. Ja. Zijn er andere namen, artiesten, die u kunt prijsgeven? Ja, Brian Munslag, Seitske. Kenny B. En er zal gedanst worden op de tonen van Kenny B. en Southwest. Want uiteraard moeten we ook dansen, niet alleen maar eten. Trouwens, het lekker eten, dat zal verzorgd worden door Symbiose Kitchen. Wordt er tijdens dit gala ook aandacht besteed aan
specifieke thema's zoals eenheid en economische ontwikkeling of cultuur? Ik denk dat het op een andere forum moet komen. Op zo'n gala, het is eigenlijk een... het moet ontspannen zijn. Het moet niet een zwaarwichtige dag zijn met allerlei zwaarwichtige dingen. Daar is een gala niet voor. Dus we gaan niet alle onderdelen waarmee we dagelijks bezig zijn tot uitdrukking brengen op zo'n dag. Het is een dag om feest te vieren. Maar met een ondertoon van we vieren feest, maar er zijn een aantal dingen waar we mee, die we meenemen tijdens het feest vieren. Een terugblik naar onze cultuur, het mooie van onze cultuur, zodat wij aan het volk van Suriname, ook naar buiten toe, kunnen demonstreren hoe mooi dat wel is. En hoeveel waarde wij eraan hechten. En ziet u dit evenement de nationale trots van ons Surinamers versterken? Dat is een hoop natuurlijk, want er is veel meer nodig dan zo'n gala alleen om de nationale trots te versterken. Maar dit is een bijdrage. En het is particulier initiatief. Het heeft geen enkel commercieel doel, het heeft een maatschappelijk doel. Ja, en het is een jaarlijks terugkerend evenement, gaf je aan? Het is een jaarlijks terugkerend evenement. Het is al enkele malen in Nederland gehouden door EAN, het Enterprise Ambassadors Network. Zij zijn de initiatiefnemers en ik help daarbij. En vanaf dit jaar is het 49 jaar en volgend jaar is het 50 jaar. Dan is het de bedoeling dat het zowel in Nederland als in Suriname groter gevierd zal moeten worden. En ik stel me zo voor, om even een voorschot daarop te nemen, dat het een aanloop zal hebben van enkele maanden daarvoor om naar het hoogtepunt te gaan van de 50-jaarse revidentie. Er zijn een aantal onderdelen die toch wel zeer de moeite waard zullen zijn, ook bij deze viering, maar ik heb niet de vrijheid om daarover uit te wijden. Okay. En wat zegt u aan de mensen die nog twijfelen dit gala of dit evenement bij te wonen? Nou, twijfel is dus niet nodig en niet, bijna kun je zeggen, niet mogelijk. Het gaat om de viering van de Nationale Dag van Suriname. Dus iedereen die in de gelegenheid is, iedereen die zich daartoe kan vrijmaken en de dag een heel hoge waarde, een heel hoge pet op, iedereen die een heel hoge pet op heeft voor die dag van Suriname, de Nationale Dag van Suriname. Ik zou zeggen, kom massaal. Natuurlijk met beperkingen, want Ballroom Prince die is natuurlijk niet zo groot als Onafhankelijkheidsplein. Maar we hopen toch wel dat zoveel mogelijk mensen zich gaan melden. Tot de 20e is het mogelijk om je aan te melden. En hier bij mij op kantoor. En het is een bijdrage van minimaal €75. Die je dan toegang geeft tot alles wat die dag gepresenteerd zal worden. Dus je kunt dansen, lekker dansen, je kunt lekker eten, je kunt lekker genieten van cultuur van Suriname. En inspirerende toespraken. En wat is het contactnummer? Waar is uw bureau gevestigd? Mag ik dat later doorgeven, het contactnummer? En het is niet het kantoornummer, het is een ander nummer die ik op dit ogenblik niet aan u kan geven, maar ik kan het later wel. Waarop men mag kan bellen dus? Ja, men kan bellen om nadere informatie in te winnen. Juist. En nu in de camera, welke boodschap heeft u voor de samenleving ten aanzien van de 50-jarige revidentie? Het is een aanloop naar 50-jarige revidentie, maar laten wij allemaal de 49 jaar vieren op een waardige wijze. Het is een gala waarmee wij trachten
de waarde van de onafhankelijkheid nog te onderstrepen. Kom allemaal massaal, meld je aan en laten we samen vieren. Laten we samen genieten en op naar de 50-jaars revidentie. Zo heeft u het gehoord van de heer Jasmijn als met u al gesproken hebben over de High Level Top Srividensie Gala dat op 25 november gehouden wordt in de Ballroom Prince. Hiermee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Sanatori. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816 en vergeet niet onze socials te volgen. Sanatori, snel, scherp, altijd bij de tijd.